Wat is jullie hulpmiddel? Dat is een energiedrankje. Het energiedrankje. Ja. Maar hebben jullie nog een bepaalde tactiek of? Ja. Wat is jullie keihard? Weg gewoon en weer om. Ah, dat is een hele goede instelling. De driejaarlijkse sponsorloop van de gymnastiekvereniging. Wat zeg je? En we hebben dus een heleboel deelnemers. We hebben een heleboel publiek. Dus we gaan straks allemaal, degenen die dus meelopen, die gaan dadelijk een half uur deze ronde langs de school, Adelaarweg, en hier. Een half uur lang. Als je hier langs komt elke keer, dan krijg je van twee dames krijg je een elastiekje. Twee dames? Die doe je dus om. Dat elastiekje bewaar je goed, want we gaan straks elastiekjes tellen. En wie de meeste elastiekjes heeft, dus de meeste rondjes heeft, die heeft straks een grote beker of een medaille gewonnen. Hey, wat zit er, jongens? Ja! Dames? Ja! Hoeveel rondjes gaan jullie? Ga je veel rond? Ja, hè? Klaar voor de start! We tellen af! 5, 4, 3, 2, 1! Is dit een jaarlijkse sponsorloop dit? Nee, wij doen dit één keer in de drie jaar. Eén keer in de drie jaar? We gaan één keer in de drie jaar hebben we gymuitvoering. Ja. Eén keer in de drie jaar hebben we sponsorloop. Ja. En één keer in de drie jaar hebben we de gymuitvoering. Oké. Dus onderlinge wedstrijden, gymuitvoering en deze. Oké, maar jullie verzamelen de schel bij elkaar al, maar sparen jullie friets of iets speciaals voor de vereniging? Kijk, een gymnastiekvereniging die hebben enorm veel toestellen. Ja. En materialen zoals voor kleuters en voor alle groepen. Ja, ja. Geluidsinstallatie voor de jazz. Ja. Nou ja, en dat zijn allemaal dingen, ja, dat wordt niet door de gemeente gesponsord. Nee, ik snap het. Dus dan de pennemeester er allemaal weer. En we proberen dus op deze manier dus wat geld binnen te halen en dan de eigen materialen. Op een leuke manier. Ja. Ja, en dat brengt ook nog weer een paar cent op. Nou, hartstikke mooi. Ja. Veel plezier nog. Ja, dankjewel. Hoe lang moet ze nog, Jan? Nog 6 minuten. Nog 6 minuten. 6 minuten. En voor de groten? De groten lopen tot 11:45. Stiggy, we hebben niet voor niks gered. Vochtigheid. Ja, hier is Stiggy. Wow. Ging mooi, hè? Niet? Ja, van een weer komen, hè? Ja, de laatste was mooi. Hebben jullie goed gedaan? Ja. Ik wil iedereen die meegewerkt hebben aan de sponsorloop voor onze penningmeester, want we hebben toch weer een leuke zakcent opgehaald voor de penningmeester. Dan is hij altijd op een vergadering. Wanneer hebben we de sponsorloop weer? Ik zeg, nou, die is er binnenkort weer, één keer in de drie jaar. Het heeft leuk geld opgebracht. We hebben een leuke avond gehad. En hier hebben we de winnaar. Winnares 2014. Gaan we doen, hè? Ja, dat gaan we altijd doen. Gefeliciteerd. Omhoog houden.